De Werknemersfederatie van de Anton de Kom Universiteit van Suriname is nog in beraad. Een gemengde groep van docenten en technisch-administratief personeel heeft vandaag de ingang van de universiteit aan de Leijsweg gebarricadeerd. De reden is dat ze de beloofde koopkrachtversterking van 700 SRD nog niet hebben ontvangen. Naar zeggen van vakbondsleider Hugo Blanker werkt het ministerie van Financiën en Planning niet mee aan de uitbetaling van de beloofde 700 SRD. Blanker zegt dat de werknemers van de universiteit recht hebben op de privileges. Ik ben verwacht dat voorzitter, dat mevrouw Felician Bokong, dat betekent dat hier met de ba in de telefoon samen op naar onze net, met de ba dat ik aan bestuur van de universiteit knap naar baka, met de dat aan minister van onderwijs knap naar baka, en met de dat aan minister van financiën en Jens. Als je goed geluisterd hebt, als je goed geluisterd hebt, zal je één boodschap eruit halen. Dat is dat financiën de baas is van onderwijs. Dat is dat de vicepresident bang is om op te treden tegen financiën. Dat is die boodschap die ik haal uit niet-wetenschapper. Lekdoma haal ik eruit dat financiën het onderwijs op de universiteit langer dan 2 weken in de wurggreep houdt. De voorzitter van het bestuur bij de universiteit, Shanti Venetiaan, heeft de bond geïnformeerd dat er geen geld in kas is voor een salarisverhoging. Venetiaan benadrukt dat ze haar uiterste best heeft gedaan om het ministerie van Financiën te overtuigen dat de werknemers wel aanspraak maken op de toelage. Mensen hier zijn geen ambtenaren, er zijn geen landsdienaren, maar er zijn dus ooit... is in staatsbesluit vastgelegd dat ze gelijkgesteld zijn aan landsdienaren. Dat betekent dat ze ook dezelfde privileges hebben, toch? Dat zou het moeten betekenen, ja. Dus, maar degene die de touwtjes in handen heeft, die is nog niet overtuigd. Dus dan kan je wel hier staken en van alles en nog wat willen doen, toch? Maar het geld is hier niet. Er is in september een tussentijds akkoord bereikt tussen de regering en de Raad van Vakcentrales in Suriname, RAVAXUR. Dit hield in dat de overheid de ambtenaren een koopkrachtversterking van 700 SRD zou geven. De bond gaat de acties verscherpen indien er geen gehoor wordt gegeven aan hun oproep.